We kunnen veel beter morgen gaan. Begin je weer? Kan ik het hele weekend het geouwe hoer van jou en je vriendin aanhoren? Lex, alsjeblieft. Je hoeft pas maandagochtend om 9 uur. Ik zie niet in waarom dat wij het hele weekend... Omdat ik daar behoefte aan heb. Wil je er nu over ophouden? Ga jij maar vast naar de auto kijken. Ik roep je wel als ik klaar ben. Ik heb 3 keer tegen het raam getikt. Ik dacht dat je zou roepen. We hebben vakantie. Ja, we gaan er een weekje tussenuit. Wat kunnen jullie doen, hè? Ga je naartoe? Ik weet niet. Een beetje zwerven. Veel plezier dan. Ja. Ja, veel plezier. Neem je wel de goede weg? Deze is veel rustiger. Echt iets voor jou. Wat? Om er een mooi tochtje van te maken. Hallo. Ja. Moeilijkheden. Ik denk dat het ontsteking is. Start hem eens. Start eens. Niet choken. Dat doe ik niet. Hallo. Dag. Zeg, ik denk dat het een benzinepomp is. Verdomme, dat kostte gauw een 150 gulden. Heb je geen geld? Jawel. Daar kunnen we toch niet aankomen? Ja, we hebben wel geld, maar dat is geleend. We gaan naar Amsterdam om het terug te brengen. Je zal toch iets moeten? Het is verdomme nog zaterdag ook. Alle garages zijn natuurlijk dicht. Ik weet wel een garage die jullie kan helpen. Als je vanmiddag naar mijn huis zal ik bellen. Oh, dat is prima. Ja? Goed. En de wegenwacht dan? Daar ben ik toch geen lid van, trutje? Wat is er? Ik ben misselijk. Nou, kom, stel je niet aan. Komen jullie? Jay en Rolls. Twee jonge lui met pech. Nou, ik denk dat het een benzinepomp is. Zou jij met een nieuwe kunnen komen? Een DS is het. Ja? Fijn. Bedankt, tot straks. Dag. Geregeld. Nou, ik kan het hier niet voor elkaar krijgen. Die wagen moet op de brug. Jezus. Wat gaat het kosten? Nou, met sleep kostte mij zo'n 300-400 gulden. Denk je dat je dat vandaag nog kan maken, Van Mel? Nou, als het moet. Kunnen we niet beter met de trein gaan? Jij kan mijn wagen hier toch niet laten staan? Maar we kunnen toch ook niet al het geld aan de garage geven? Ja,
Weet jij wat beters? Nou, moet er geslepen worden of niet? Luister eens, als jullie mij vandaag helpen, betaal ik de reparatie. Wat moeten we dan doen? Oh, niks bijzonders. Wat werk aan de huishouding, dingen in de tuin en zo. Meer niet. Akkoord? Ah, te gek. Ja? Goed. Sleep hem maar van Mil. Ga jij maar achter het stuur zitten? Zet ik je vriendin vast aan het werk. Ik haal je wel op bij de garage. Kan zij niet met mij mee? Dat lijkt me niet zo handig. Er is ontzettend veel te doen. Maak je maar geen zorgen. Ik haal je over een kwartiertje op. Oké? Hemming? Zullen wij hem even vastmaken? Mijn vrouw is op vakantie. En de huishouding is helemaal niet mijn sterkste kant. Op een of andere manier maak ik er altijd een puinhoop van. Gewoon niet dat ik het erg vind om alleen te zijn, hoor. Ik kan heel goed tegen alleen zijn. Maar het wordt een rotzooi. Wil je misschien ook iets drinken? Sherry of zo? Hoe heet je eigenlijk? Marja. En je vriend? Lex. Wil je een sherrytje, Marja? Nee, bedankt. Eigenlijk heeft de vakantie van mijn vrouw er geen donder mee te maken dat het hier zo'n troep is. Het komt omdat onze hulp weg is. Wat een uitstekende hulp. Echt een prima mens. Maar toen ik de chauffeur ontsloeg, ging zij ook weg. Ze waren namelijk getrouwd. Het was nog een heel gedonder om ze hier van het terrein af te krijgen. Ze woonden hier namelijk op het terrein. Vervelende toestand was dat. En weet je dat het tegenwoordig heel moeilijk is om geschikte mensen te vinden? Houd het niet voor mogelijk met al die werkelozen. Ik ga je vriend ophalen. Zet jij vast eventjes koffie? Ik ben met een minuut of 20 terug. Kijk niet zo somber. Ik vind heus wel een oplossing. Wat doe je eigenlijk voor de kost, Lex? Niks. Ik zit in de WW. En je vriendin werkt hier? Ze typt voor een uitzendbureau. Kan jij in deze auto rijden, denk je? Ja, natuurlijk. Wil je het proberen? Ja. Ja? Voor je kijken. Hij rijdt best lekker. Zo is het, jongen. Best lekker. Op onze kennismaking, Lex. Proost. Morgen pas? Ja, het is nu maar zo. Als de klep gebroken is, dan moet de kop eraf. En als je die eruit haalt, dan moet de hele boel los. En hoeveel gaat het kosten? 600.
Het is echt hartstikke veel werk. We mogen blij zijn dat die man het voor ons wil doen in het weekend. Wijven. Ga maar even naar de toe. Waarover dan? Daarover natuurlijk. Ik moet erover praten. Weet je, kan ik dat niet? We hebben erover gepraat. Dag en nacht. We hebben zelfs een beslissing genomen. Wat heeft het nou voor zin om bij jouw vriendin er weer over te beginnen? Hé. Hey. Maya. We hadden niet met die vent mee moeten gaan. Ik wil me niet met jullie zaken bemoeien, maar laat me één ding zeggen. Maak geen problemen over het geld. Als jullie me morgenochtend ook nog helpen, vind je net genoeg voor de reparatie. Overnacht is geen probleem, er is ruimte genoeg. Zullen we koffie gaan drinken? Het is verdomd belangrijk hoe je met je personeel omgaat. De meisjes op de zaak die zeggen gewoon jij en jou tegen me. Het is prima koffie, maar ja. Ze zien me als een soort vaderfiguur. Ze komen met al hun problemen bij me. De meest intieme dingen, ongelooflijk gewoon. Ik vind het erg prettig, die openheid. Ga mee, Lex. Zal ik je laten zien wat je moet doen? Wil jij even afruimen, Marja? Ja. Mag ik misschien even opbellen? Oh, tuurlijk. Ga je gang. Je weet de weg. Ga mee, Lex. Jezus, dat is door de boter, zeg. Mag ik eens proberen? Ga je gang, maar pas wel op je benen, hè? Ja, dat ook, ja. Ja, daar heb je gelijk in. Ik ben blij dat je dit zegt. Dat is namelijk precies waar ik het met je over wil hebben. Hé, ik moet nu ophangen. Ja, dan zie ik je morgenmiddag. Oké? Dag. Gelukt? Ja, het was wel een lang gesprek. Oh, dat geeft niks. Geef me eens, zal ik je laten zien wat je moet doen. Ik vind het heel aardig dat u dit allemaal voor ons doet. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. Hier hebben de chauffeur en zijn vrouw gewoond. Waarom hebben ze meubels niet meegenomen? Dat wilden ze niet. Trouwens, het meeste van wat hier staat is van mij. Ik zou graag willen dat je wat schoonmaakt. De schoonmaakspullen bevinden zich daar onder in het kastje. Het zal wel lukken, hè?